Deze dan onze concurrenten, maar ze moeten daar. Wie van de rechters daar staan, die het regelmatig in de leeftijdscategorie. Nee, vooraan, dus onderwijs, maar ze hebben niet naar voren geschoven als negen kandidaten op de Belgische titel. Ik denk dat we over enkele ogenblikken die het luidste wel zijn voor de en er is iets meer in dat is de Jacques Meijer. Dat is de Jacques Meijer voor de letter. Massa, die gaat nog naar de Jacques Meijer. Hij heeft een goed goed. Goed, goed. Goed, goed. Goed, goed. Goed, goed. Goed, goed. Goed, goed. Kom aan, een man naar kom aan, bijblijven dan, Looi. Probeer zoveel mogelijk te zitten, Looi. Goed zo. Kom maar, Looi! Louis, dit moet doen! Viens boire, Nathan, viens boire! Ach, hier, west! Maar het is voor iedereen lastig, kom maar! Kom aan, Mathies! Die tijdens de tweedaagse mountainbike-luik op de hier op en rond de Lutteberg. Kom aan, waar niet opgeven, door de makker. Naar het titanengevecht. Wie dat van dit duo kampioenen van België of kampioen van België zijn voor is het Mathies, Jacques Meijer of Nathan Masson. Wel, dat zal die laatste gaan hier richting een sprint. Wie zal het zeggen? Wij zullen het al ongeveer 30 seconden. Het is 45 seconden, misschien op laatste zomer uitkomende van het op 1 minuut, Louis, op 1 minuut. Ik zal maar ooit, laatste ronde. Een tandje bij te steken, als het kan, richting dat gat toerijden. Maar dat is niet zo evident. Kom maar, iets goed bezig, man. Looi Sprangers die hier zijn. We gaan uitkijken naar die bocht dat die voldoende gaat. Inderdaad, Mathies komt eruit. Hij komt eruit en dan wordt op dit ogenblik niet meer geremmeld. Het is Mathies Mekke die dat hier nieuw Belgisch kampioen wordt voor Nathan Masson. Dus de nieuwe kampioen. Een applaus hier voor de jongen Louis de Koster. Die gaat de bronzen medaille mee naar huis mag nemen. En dan is het Jits van Trio, die dat hier juist naast het podium valt, maar toch nog even een wheelie begint. Hartelijk. Op de vijfde plaats Dries Janssen, hier met open de favoriet hier om toch nog een voldoende. Dus er even bij blijven nog. Tot de 7 uur. We staan hier een mooi terrasje. Er is voldoende frisdrank. Er zijn hier hamburgers en hoppers gezien. Dus we zal hier zeker geen honger en dorst krijgen. Hier op de esplanade van deze Klitsberg. Terwijl dat we hier de Floyd Sprangers hier over de streep zien komen. Op nummertje 6 heeft René genoteerd. Op 7. Krijgen we hier Jonas Schelling uit de Decemberhof. Ook een aangrenzende gemeente. Ja.
andere hoek wel. We zien het zeer met te veel. Een vuurse mocht zien. Er zit dan niet aan hem. Als je niet zegt, dan zal het.